Wat betekent het voor mij? Nou, vooral veel feesten met mijn vrienden. Feest? Alleen maar feest, gezelligheid. Vrienden op straat zijn. Mensen tegenkomen. Nederland echt een volk is in plaats van het elke keer maar ruzie is of oneenigheid. Het is echt een dag dat even alle problemen aan de kant worden gezet. En gewoon het gezellig is eigenlijk. Kingsland, een beetje wat drinken, een beetje stad in. Moet ik verstaan onder feesten? Ja, gewoon gezelligheid en voor de rest, ja, niet echt een betekenis of zo. Ben je naar een speciale plek? Dit jaar heb ik nog geen plannen, nee. Nee, dit jaar nog niet. Nee. Ik begin meestal de dag met een ontbijtje. Vaak in een grote gezelschap. En dan gaan we allemaal de stad in. Gezellig met de familie op de zee kijken naar de koning eigenlijk. Feesten. Ja, feesten. Feesten en drinken. Op de markt, lekker dingetjes verkopen. Gezellig met z'n allen. Ja. Gewoon gezellig feesten. Ja, Oranje. Gezellig. Amsterdam in. En waar ga je dan meestal heen? Hier gewoon vandaan. Wat dat betekent, een vrije dag? Ja, het is natuurlijk heel gezellig met al die mensen, familie, vrienden zo. En gewoon feest of zo. Het is ook de sfeer en vooral hier in Alkmaar. Het is gewoon gezellig, leuk. Rommelmarkt en ik werk 5 dagen in de week, 52 weken, dus ik vind 1 keer een vrije dag wel lekker. Ja, gewoon spulletjes kopen. Ja. Koning. Nee, ja, het is jarig en zo. Ja. Ik heb er niet zoveel mee. Ik moet echt heel eerlijk zijn dat het hele koningshuis me eigenlijk niets voor uitmaakt. Alleen het is gewoon leuk om gewoon met vrienden te gaan feesten. De verjaardag van de koning. Ik heb geen idee, niet zoveel. Het vieren van 200 jaar monarchie. De laatste 30 jaar, 40 jaar. Ja, ben ik eigenlijk wel blij met ze, zo ongeveer. Het mooie ervan vind ik dat het een symbolische functie heeft. Waardoor je dus toch de koning nog wel waardeert in zijn functie, maar dat hij wat minder politieke invloed heeft. Maar daarvoor, tjonge jongen.